Hoe is het om musicalster en moeder tegelijk te zijn? Nou ja, dat is gewoon heel natuurlijk, want ja... Oh! Mam, kom op nou. We hebben veel meer vragen te beantwoorden, dus laten we gaan. Oké. Hallo, ik ben Jay, ik ben 14 jaar en ik neem jullie vandaag backstage mee bij The Bodyguard. En de cast en crew gaan jullie vragen beantwoorden die jullie hebben ingestuurd. Kom maar mee! Hallo! Hi! Hoi. Ja, wij hebben dus een paar vragen, twee vragen voor jou. Ja. Als je helemaal niks met musicals had, wat zou je dan voor beroep doen? Zangeres zijn, denk ik gewoon. Waar ik mee begonnen ben, dus met The Voice. En toen ik met The Voice begon, dacht ik helemaal niet dat ik in musical wilde gaan. Of in zou kunnen gaan. Maar ik ben daar een soort van ingerold. Maar toen ik dus niet dacht aan musical, was ik gewoon zangeres. En daarvoor heb ik marketing en communicatie gestudeerd. Dus daarvoor wilde ik altijd businesswoman of the year worden. Ja. Oké. En nog een leuke vraag. Wat doe je in je vrije tijd? Wat ik het meest doe in mijn vrije tijd is vooral niks. Rusten. Ik werk ontzettend veel. En als ik dan dus vrij ben, dan ben ik heel vaak stemrust aan het houden, zeg maar. Dus ben ik boodschappen aan het doen, dingen in het huis. En wat ik heel leuk vind om te doen, is lekker series kijken, Netflixen. Op de bank of in bed met lekkers. En gewoon helemaal niks met mijn vriendje. Lekker hapje eten en relaxen. Heel saai, maar dat is al wat het is. Ja, ik hou ook van Netflix kijken, dus... Hey Patrick, ik heb nog een vraag voor je. Nou. Welke karaktereigenschappen van je rol komen overeen met je eigen personage? Met mijn eigen personage. Ja, met je eigen... Ja. Met je personage. Ja, met mezelf. Cy Spector is wel een... die houdt van hard werken. En dat vind ik ook leuk om te doen. En... Ja, voor de rest zijn er... Nou, hij is misschien overenthousiast. Dat kan ik soms ook wel zijn. Heb je nog een speciaal ritueel? Die had ik een jaar lang met Carolina Dijkhuizen. En voor iedere show, dan pakten we elkaar vast. Ja. Dan keken we elkaar aan en dan zeiden we... Right in the kisser! En dan deden we dit. Veel plezier. We hebben ook nog een vraag voor de Kapengym. Hi. Hallo. Hi. Wij hebben een vraag voor jullie. Hoe verzorgen jullie de pruiken? Nou ja, de pruiken zijn in principe gewoon net zoals echt mensenhaar. Dus eigenlijk gewoon wat je met je eigen haar zou doen. We wassen ze regelmatig en af en toe worden ze ook geknipt als dat nodig is. Bijgekleurd. Dus eigenlijk hetzelfde. Ja, gewoon hetzelfde eigenlijk. We hebben nog een vraag voor de stalker. Even kijken of die er is. Hi. Hey man. Hoe gaat het? Het gaat goed, jongen. Ja, mooi zo. Ja, het gaat ook heel goed. Hoe is het om mensen te laten schrikken? Dat is het beste. Dat is het beste van alles. Dat is echt waar ik... als dat goed lukt, dan krijg ik echt een kick van. Sta ik daar aan die trap zo daarboven en dan schrikt die hele zaal. En dan voedt het mij heel erg om dan zo die trap af te lopen. En ja, als ze dan minder schrikken, dan is het dan toch een beetje jammer. Als ze echt schrikken, dan denk ik, yes, lekker. Lekker voor jullie. Dat begrijp ik. Heel erg bedankt. Graag gedaan, jongen. Dag. Doei. Binnen. Hallo. Hi, hallo. Heb je een speciaal ritueel? Ik ben wel een mens van rituelen, ja. Ik moet in elk geval... Elke keer voordat de voorstelling begint, mijn sokken even strak trekken. En mijn t-shirtje wat ik onder de hemden en de dingen aan heb, moet ik toch even glad strijken. Niet met de strijkijzer, maar gewoon even lekker bij elkaar trekken. Zo weet ik van, oké, die voorbereiding is gedaan. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Vooral mijn sokken vind ik heel erg belangrijk. Klinkt misschien heel raar, maar ik moet ze even gewoon lekker strak trekken. Zo even mijn hand erin, zo weer in en uit, hup. En dan mag ik ze pas aan mijn voeten doen. Oh. Ja, dan hebben we ook nog een vraag voor jou. Ja. Wat is je favoriete Whitney Houston nummer? God, dat is wel heel erg moeilijk, want zij heeft wel hele grote hits gehad. Maar ik denk toch wel dat het meest vrolijke woord van I Wanna Dance With Somebody. Gewoon omdat het is hip, het is leuk, je kunt er eigenlijk, het zit constant in je hoofd. Dus dat is wel mijn favoriete nummer, ja. Hi, mag ik wat vragen? Ja, tuurlijk. Hoe warmen jullie op voor de show? Oeh, nou, wij hebben eigenlijk altijd een opwarming van Pieter. Dat is onze dance captain. En nou ja, die warmt ons op 20 minuutjes ongeveer. En daarna hebben we een vocal warming-up met de dirigent van die avond. En is dat heel erg zwaar? Nou, het verschilt een beetje. We hebben niet één standaard warming-up. Pieter zorgt ervoor dat het een beetje gevarieerd blijft. Dus ja, de ene keer is het wat zwaarder dan de andere keer. En de vocal warming-up is gewoon lekker. Het is gewoon goed om je stem op te warmen. En, ja, maar niet per se heel zwaar. Is goed, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dat was heel leuk. We zijn heel veel te weten gekomen over de cast en crew. En ja, het was echt super leuk. Hey, maar ik heb eigenlijk een vraagje aan jou, Jay. Hoe vind je dat ik dit nou weer doe, dat ik in de bodyguard zit? Ja, ik vind het heel erg leuk. Het was in het begin wennen, want je hebt heel lang niet meer in een musical gezeten. Ja. Dus het was in het begin wennen, maar uiteindelijk werd het wel heel natuurlijk en heel leuk. En... Ik ben overdag lekker thuis, toch? Dat is zeker een voordeel.